zo blij dat wij dit prachtige nieuwe gebouw hebben. Dank je wel. Je mag terug, je mag ook blijven, Jacqueline. Ik wil graag burgemeester Bruls uitnodigen om het podium te betreden. Ja, het is niet de laatste keer, maar je mag natuurlijk wel een beetje applaudisseren, hè? Dankjewel. Ja, beste mensen en vooral ook heel veel jongens en meisjes. Hartstikke leuk dat jullie hier zijn. Maar ik begrijp dat het met dat zwemmen te maken heeft, vermoed ik zo'n beetje. Maar dat gaan we straks doen, althans jullie, ik niet. Maar ik ben wel blij. Nee, dat gaat niet, want ik moest vandaag kiezen, beste mensen. Want vandaag is er ook een nieuwe grote hardloopwedstrijd, de Stevensloop. Maar ik zei op het stadhuis, er kan maar één plek zijn waar ik vandaag als burgemeester ben. En dat is in Dukenburg. Want het opnieuw openstellen van een wijkcentrum en een zwembad. En een heel groot wijkcentrum en zwembad. We hebben natuurlijk heel veel wijkcentra in de stad, maar dit is een van de grootste. Dat doe je niet alle dagen. En het is zoals de echte Dukenburgers onder u ook weten. De echte Nijmegenaren zouden het ook moeten weten trouwens hoor. Het is dit jaar ook 50 jaar geleden dat de eerste stenen werden gelegd in wat nu Dukenburg is. Toen werd de start gemaakt met de bouw van een compleet nieuw woongebied bij de stad. Er zat toen nog wat meer ruimte tussen, waar op een aantal plekken ertussen was er nog geen woningen. Er is heel veel discussie vooraf gegaan. Dus het is ook een heel bijzonder jaar om juist in dit jaar dit geheel vernieuwde centrum en zwembad te zien. Een centrum en zwembad wat toen vrij vlot na 65 al gebouwd is. En u kunt zich voorstellen, dan moet er af en toe niet alleen een nieuw likje verf overheen, maar dan moet alles een beetje bij de tijd gebracht worden. Dit is een heel belangrijk wijkcentrum voor onze gemeente, beste mensen. Niet alleen omdat het een mooie plek is waar u samen kunt komen, omdat er een heleboel initiatieven, een heleboel organisaties hier een vaste uitvalsbasis hebben. En hen zou ik in ieder geval willen complimenteren met het geduld wat ze de afgelopen periode hebben gemaakt. Want niets ten nadele van de locaties waar ze allemaal terecht zijn gekomen. Ik heb ze allemaal gezien in het afgelopen jaar. Maar het was soms wel een beetje behelpen. Dat geef ik u toe. En we hebben dat geduld met elkaar gehad. Want als je iets moois en nieuws wil doen, dan moet je ook eens even leiden. Het is hetzelfde als u op zaterdag naar de kapper gaat. Dus dat gaat u elke zaterdag, neem ik aan. Ik doe het één keer in de twee maanden, dan goed kort. Dat is dan net zo makkelijk. Maar je moet even afzien en dan zie je er weer prachtig uit. En ik geloof gelijk dat onze ceremoniemeesteresse staat hier achter mij. Het ziet wel streng uit met die band hoor. U bent al binnen geweest, hoor ik. Ik nog niet, dus ik laat me graag aangenaam verrassen. Maar ik ben er nu al van overtuigd dat het weer iets heel moois is. Ik hoop dat alle bestaande gebruikers, iedereen die hier al ging zwemmen, iedereen die hier al kwam om te kaarten of om advies te vragen. Het sociaal wijkteam tenslotte zal hier ook haar uitvalsbaas hebben. Of zoals ik een keer heb gedaan om te komen line dansen. U ziet, ik heb maar één keer gedaan. Misschien moet ik vaker komen, 2 jaar geleden. Ik weet niet of er iemand van het line dansen hier is. Is er iemand die meedoet aan het line dansen hier? Ja, ik roep er een paar gelijk. Ja, zien u wel. Die zijn gelukkig doorgaan en kunnen nu ook weer terug hopen. Maar wat ik wilde zeggen, ik hoop ook dat een heleboel Dukenburgers die hier misschien nog niet zo vaak komen, of misschien zelfs nooit geweest zijn. Je kunt het je niet voorstellen, maar die zijn er. Ik hoop dat die ook zeggen van, hey, we hebben nu zo'n fantastische centrale plek. Niet alleen in Meijhorst, maar voor heel Dukenburg. Ik heb een goed idee. Ik wil wat gaan doen. Ik heb contact gehad met Mario van Ginneke. Die staat hier. Die is in een strak rood ensemble gekleed. Dus ze kunnen haar gelijk aanzetten. Wijkmanager hier in Dukenburg. En ik wil wat doen. Daar is deze locatie voor, beste mensen. Dames en heren, jongens en meisjes, dit moet een huis voor jullie zijn. Niet voor iets waar ik vandaag samen met de ceremoniemeesteres en een jeugdige, prachtige en stropdas geklede jongeman iets gaan doen. Nee, u moet hier alle dagen van het jaar, als hier wat te doen is, moet u hier terecht kunnen. En ik hoop dat dat ook gaat gebeuren. Dat verdient u, dat verdient Dukenburg en zeg maar eerlijk, dat verdient ook zo'n prachtige plek. We gaan zo meteen iets openen. En het gaat heel erg mooi. We gaan 3 linten doorknippen.
Ik heb ervoor doorgestudeerd op de burgemeestersvakschool. Maar die twee anderen die hebben de hele week zitten oefenen, heb ik begrepen. En hoe doe je dat nou met de schaar? Het gaat vast goed komen. 3 linten met 3 symbolen voor deze prachtige locatie. Mag ik iedereen bedanken die het mogelijk heeft gemaakt. Niet alleen voor het geduld, maar ook de bouwers. Toch een applausje voor iedereen die het heeft te bouwen, hè? Want daar gaat het toch om. Als die hadden gestaakt, dan hadden we hier vandaag niet gestaan. Mag ik Sportfonds complimenteren weer met de nieuwe... Een nieuwe plek. En er is natuurlijk altijd wel discussie over het zwembad. Maar ik ga ervan door dat we toch nog heel veel jaren hier mooi kunnen zwemmen. En natuurlijk alle gebruikers en wijkbewoners gesymboliseerd in de Dukenburger van het vorig jaar. Want inderdaad, later deze middag zal wethouder Helmer de nieuwe Dukenburger bekendmaken. Maar wij genieten er nu nog van. Dank jullie wel. Inderdaad, burgemeester, u mag voor het podium plaatsnemen. En mag ik ook vragen om Toon, misschien daar achterin ziet u het niet, maar dit is Toon. En daarnaast staat Heino, de directeur van het zwembad. En Toon, zwaai eens even naar de mensen. Toon heeft zwemdiploma A, B en bijna C. En die gaat het lint van het zwembad doorknippen. Nou, burgemeester Bruls hoef ik u niet meer te vertellen wie dat is. Dukenburger van het jaar is Jacqueline Veldmeijer ook niet. En zij krijgen zo dadelijk alle drie een heel... bijzondere schaar. Dat is de lintjes doorknipschaar. Dat is niet zomaar een schaar. Dat is echt een heel bijzondere schaar. U zult hem wel kennen van de vakschool. Hey dan. Naar het blauwe lint toe willen lopen. En het in het midden door willen knippen. En iedereen houdt zijn adem in. Want het zwembad gaat officieel geopend worden. Toon, het is aan jou. En je mag het lint ook vastpakken. Je mag het doorbijten. Dat is echt een amateurschaar, dat zie ik al. Dat is een schaar die niet van de vakschool is. Of het is gewoon heel goed lint. Dat kan natuurlijk ook. Ja, het is gewoon heel goed lint. Heel goed gedaan. Jacqueline. Voor jou het gele lint van het wijkcentrum. Kijk of het beter gaat. Bravo! En dan het kloppende hart van Dukenburg. Burgemeester Bruls, het groene lint is voor u. Nou, we tellen maar even af, hè. 3, 2, 1. En burgemeester, u mag voor de draaideur blijven staan. Jacqueline, jij mag voor de andere deur gaan staan. Toon, oh, wacht even. Dat gaat zomaar niet. De burgemeester is de eerste. De rest maakt plaats voor de deur. Dag jongeman, je kon je niet bedwingen, ik zag het. Hè. Nee, nee, nou.
hebben hier nog geweldige multifunctionele ruimtes. Kijk, dus hier. Ja, maar niet vandaag. In een half uur. In een half uur. En daar lijst ik niet even. Ja, een kleintje van mevrouw komt voor het smid eten. Ah, oké. Ja, ik ben ook even speed dating. Ik ben over een rondtoog om even te kijken. Er staat een andere op. Ja, mooi, ja. En hier hebben we dadelijk nog een hele mooie praatruimte. Aan de linkse kant. Hier ook een multifunctionele ruimte nog wel. Oh ja. Arda ya hajjalo, soya dawah para shaga, udarera otaga, hakadahin, hakadahin mina, hakadahin walida. Kino, dinti aqanti, kaga deda adabto, kaga deda adabto, ashahisa dor bida, ashahina dor bida. Kino, dinti aqanti. Kada bega gato, ashahi sa dor bida, ashahi na dor bida. Dohan la bo kasara, tibo bo magaise, tibo bo magaise. Dohan la bo kasara. Walking a happy saddle, I like a dishino. The way it is, yeah. The whole love of a sara, to the home of my say, the whole love of a sara, to the home of my say. Walking happy, sad. I'm kind of shy. The Kuwaiti sugaya. Sarba kudaraysa
gab beden tuk lagu magari abit kindo radio abit kindo qadi simer bad ku daraja simer bad ku daraja samayne adayah dakini walchin hadir sabo alanka dushini o dal kuwaydi sugaya ande hadanum yarada samayne yarada samayne samayne yarada samayne ardaya hadakini walkin hadir sadok alanka dushini o dal kuwaydi sugaya meshan maanta waxaan u jeednaa inay xaflad qurux badan iyo munaasabad weyn oo qurux badan la soo qaban qaabiyay. Waxay noogu sheegi kartaa marka hore cidda soo qaban qaabisay iyo waxa ay tahay? Ha, bismillah. Anigu ah maxaa la Irshaad Maxamed Aweys, gudoomiyaha gudoomiyaha ku-xigeenka jaaliyadda magaalada Nijmegen, ahna gudoomiyaha dugsiga oo jaaliyadda ay leedahay. Maanta xafladda meesha ka dhaceysa waa furitaanka dugsiga oo dib loo furay. Dugsiga oo dhismihiisa ay muddo ku socotay si ku meel gaara meel kale aan u degnayn, maantana waxaan dib ugu soo noqonay xaruntan cusub aa u jeedaan. Waxaana ka soo qayb galay maxaa lahaa duqa magaalada asaana noo furay maxaa lahaa dugsiga. Dadka aan garanaynin magaaladan, dabcan waxaan joognaa magaalada Nijmegen. Jaaliyad waa iska jaaliyad. Jaaliyadeen waxay qabataa isku keenista bulshada Soomaaliyeed ee magaalada Nijmegen. Waxay ka diiwaan gashan tahay oo ay hoos tagtaa ifsan urur la dhaho oo Soomaalida dhan ay ku midaysan yihiin oo dalka Netherland ka dhisan ayay hoos tagtaa. Anaga waxaan qabanaa hadda dugsigo kaleeto anaga ilmaha waxaan barnaa qur-aanka kariimka, waxaan barnaa tarbiyada islaamiga, waxaan barnaa maxaa la dhahaa dhaqanka Soomaaliyeed, waxaan ka caawinaa iskuulaadka cashirada laga soo siiyay ayaan ka caawinaa oo maxaa la cunugii xoogaa maadaamka ay ku culus yihiin aan dib muraajaco uga siinaa. Waa tahay aad u mahadsan tahay Irshaad oo ah gudoomiyaha ama gudoomiye ku-xigeenka ururka ama jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Nijmegen. Waa mahadsan tahay. Jazakallah. Magacaygu waa Cabdinuur Cabdullaah Cille, anigoo ka mid ah odayaasha magaalada, khaasatan waalidiinta iskuulkan ay caruurtoodu dhigtaan. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay maanta in dib loo furay xaruntii iskuulka oo ah meel weyn oo mujtamaca ee waddankan ku nool oo dhan hawl adag u haysa, khaasatan annaga oo ilmahanagu wax ku bartaan. Farxad weyn inoo tahay in maanta dib loo howlgeliyey oo meeshii ku meelgaarka aan u deganay laga soo laabtay markii dhismaheeda la dhammaystiray. Meeshaana hadda innaga iyo ilmahanuba ku faa'iidnay. Waxyaabahaan ka faa'iidnayna waxaa ka mid a isku xirnaanta ummadda Soomaaliyeed oo ay asitaan u noqotay oo halkan lasoo wada beegsado oo cid kasta oo xataa cusub ay tiraahdo waa xagga meesha ummadda Soomaaliyeed xarunta ku leedahay oo ay soo abaarayaan. Marka farxad weyna ii tahay. Aad iyo aad aan usoo dhaweynaya. Waxaana iga dambayn doona walaalkay Cabdi oo garabkayga fadhiya. Dugsiga waxaa lagu baraa tarbiyadda islaamka, qur-aanka kariimka, luqadda soomaaliga iyo xisaabaadka iyo waxyaabaha lamidka iskuulaadka culaysyada ka soo qabsada. Waxaa intaasi dheer inay isku bartaan bahda Soomaaliyeed hadday waalidiinta tahay iyo hadday caruurta tahay oo isdhexgalka Soomaalida ayay faa'iido gaara u leedahay. Waxa ay baranayaan ka sokow, haddana waxay baranayaan dadkoodii sababtoo ah qof walba wuxuu degan yahay meel uusan aqoon hor u lahayn, uusan ummad
soomaaliyeed ku arki jirin marka halkaano waa astaan ummad soomaaliyeed ku kulanto muhiimadaas ay leedahay. maanta dee ninkii jooga qof maqan loogama sheekay karo. xaaladdu aad iyo aad ay u ballaaran tahay. mar haddii burgamistarkii magaalada yimid oo ah duqa magaalada macnaheedu yahay, aad iyo aad ayaa ummadihii kala duwnaanaada jinsiyadaha caalamka, kuwa dhaadheer iyo kuwa gaagaaban, maanta way joogaan. arrintaa marka farxad weyn noota maanta aad iyo aadan ugu faraxsanahay hawsha halkan ka dhacday. cabdiyaan hadda ku wareejinayaa, isagaa ku dari doona inti kale. bismillaahi raxmaan raxiim. war badan ma jiro, waa walaalkay cabdinuur sidau u sheegay. anaga waxaanaha waalidiinta, rag ayaana hawshan soo qabanqaabiyo isku soo duburiday, khayr allaha ka siiyo. haddana meel fiican ayay maraysaa, alxamdulilah, shukr rabbil caalamiin. waxaan rajaynaynaa xilliyada kasii dambayso sidaan si ka fiican inay u dhacdo oo ummadda soomaaliyeed ay isku xirmaan oo caruurteen ay ku wax bartaan oo diin ka bartaan. alxamdulilah, shukr rabbil caalamiin. maadaama aan qurbo joogno, ilaahay hanoo siyaadaan leenahay, hadal badan haan ma buuxsho muhiimaddii cabdinuur aan ka hadlay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bismillaahi raxmaan raxiim. acuudu billaahi min ashaydaan birajiim. asalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa waalmursaliin ama bacd. maanta oo ah 15-ka bisha saddexaad 2015, magacaygu hadda aan ku bilaabo waa cabdiraxmaan maxamed cabdi, anu magac dheer gars. dareenkaygu maanta aad buu u kacsan yahay, sababtoo ah dugsigii ayaa inoola furay maanta, oo ah higsigayna oo ilmahayna aan ku diirsanay. maxaa yeelay dha haddii aan dugsigan aan jiri lahayn, dhibaatooyin badan baan ku qabnay xaafadda Naymeeqan. maxaa yeelay dha waa xarun usu imaad, waa xarun aan aad u aflaxnay. marka dareenkayga aad buu u kacsan yahay bacdamaa dib noogula furay maanta. sidaa daraaddeed aad baan u faraxsanahay maantana lama qiyaasi kara dareenkayga. bacdamaa maanta xoogaa iska yara xanuunsanahay, yacnii hadalkana xoogaa ma karaayo. marka asalaamu calaykum. anigoo ka hadlaayo dhallinyarta magaalada degan Naymeeqan, taariikhdoo tahay 15-ka bishii saddexaad 2015, dhallinyartan aad iyo aad ugu mahadcelinaa waxay qabteen. waana tuseen maantana xaruntan cusub oo kusoo dhawaanaynaa sida igu marti qaadeen ayaan u imaaday, meel dheerna waa ka imaaday. alxamdulilah, aad iyo aadan ugu faraxsanahay. inta dhimanna waxaan rajaynaynaa inay korarto, ay weynaato, ilmahay isku arkaan. waxbarashada horta muhiimka waxaa waaye qur-aanka in ilmaha la baro, iyo dhaqankii iyo diinta islaamka. marka aad iyo aadan ugu mahadcelinaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كل ده صابرين عبد أمسالة أو مان تاريخ تونيشن تبيس تحد لو كنت تونيشن تأه مان تبحق سو خيب قال نحلف ده أو نامي خل نقول كايم حي ما بخمس في نامي خ ما كاس أنا كو أرتيد أه أرتيد سوماليات أو حد كان إنه وحبر شوف عن لو وحبر شوف عن حد كنا في سومالي يحسابته يخر أنك مكس ماندو فرحسن نانا. Dorkini, dorkini, we.